en Petri. Wat doet jullie stichting precies, Petri? We organiseren ieder jaar de kermis in Borkel en Schaft. Om te zorgen dat de mensen die hier wonen, en er zijn er niet zo echt heel veel, toch een leuke kermis hebben. Wat vind je zo belangrijk aan het feit dat de kermis nog een groot evenement moet zijn in Borkel? Er is al niet zoveel. En zeker niet voor de kleine kinderen. Wij willen ons echt inzetten voor de jeugd van Borkel, dat die iets hebben. Eén keer in het jaar uit zijn dak kunnen gaan. Fons, komen er ook oudere mensen op de kermis af? Nou, als u goed rondkijkt, zoals gistermiddag op zondagmiddag, vind ik het leuk, oud en jong. Dat is zeer superleuk. Ik hoor dat er ook veel mensen van buiten Borkel en Schaft komen. Hoe verklaar je dat? Door de jeugd die we erbij hebben. Die gaan overal naartoe en dan komen ze hier ook weer terug. Ik hoorde iets van dat ze met busladingen kwamen gistermiddag. Vanuit Budelschoot, supermooi. En uit Soerendonk met die DJ aanhang is gewoon mooi. Louis, je bent kermismeester hier in Borkel en Schaft. Mag ik zeggen dat jij ook de drijvende kracht bent? Nou, ik wil dat niet noemen als drijvende kracht. Ik heb wel zo'n geweldig team achter me staan. En zonder dat team zou het absoluut niet haalbaar zijn. Er moet hier zoveel werk verzet worden. En ik zeg al, als ik de mensen zoals Petri, Fons, Mark Schee, Gino, Tom, als ik die allemaal niet had. En ik moet ook vernoemen de jongens van de Woeste Hoeve. Die toch zorgen dat wij elke nacht na het poetsen nog wat te eten hebben. En die ook hard meewerken. Als ik die niet had, dan ging het niet. En het gaat heel goed, want ik heb begrepen dat we, als we kijken naar de kleine kermissen in de wat kleinere dorpen, dat jullie eigenlijk nou de grootste zijn. Ik denk dat wij de grootste in het klein zijn, ja, of de kleinste in het groot. Ja, wij zijn denk ik een van de betere kermissen op dit moment. Van de kleine kernen zijn wij een van de betere kermissen in de regio. En de kermis wordt goed bezocht, want als we de beelden van bijvoorbeeld zaterdagavond zien, nou, daar rijst de pan uit toch? Ik denk dat er heel veel kermissen, gemeentes, gemeentebesturen, kermismeesters jaloers op zijn. Ja, zelfs de grote kermissen. Mark, Tom en Luc, jullie zijn de drie jonge gasten die hier mede kermis promoten en zorgen dat het een feest wordt. Wat doen jullie zo al, Mark? Wij bouwen het podium op, wij regelen de artiesten, wij doen de promotie, dus het Facebook, posters plakken. Ja, van alles eigenlijk, alles wat er moet gebeuren, daar helpen wij mee. Ja. Welke artiesten hebben jullie geregeld dit jaar? Voor vanavond hebben we Danny Kanters en Joey Martins. Gisteren hadden we Starco en op de zaterdag hadden we Cool Down Café als hoofdact. En dan verder DJ Carlo op de zaterdag. Op de gisteren feest DJ Remco en vanavond ook DJ Remco. En geniet je zelf ook nog een beetje van het hele gebeuren? Ja, tuurlijk. Mooi feestje hier altijd, hè? Mooiste feestje van het jaar. En hoe gaat het 's morgens met opstaan? Dat kan wel beter. Jij zegt de kermis wordt gelukkig toch steeds groter, want dit jaar is het alweer beter geweest dan vorig jaar. Jazeker, en daar zijn we ook heel trots op. En dan kunnen we het ook in stand houden. Dan kunnen we lekker een buffer opbouwen als het minder is. Hoe zie je de toekomst? Ja, ik zie dat wel goed eigenlijk. Want eigenlijk ook mensen die niet meer in Borkel wonen, die blijven toch terugkomen. En mensen die hier ook lang geleden ooit gewoond hebben of gekomen, die blijven allemaal terugkomen. Dus dat is eigenlijk gewoon perfect. Je hebt niet te klagen, zullen we zeggen. MUZIEK